Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlog met Sander van Game SB. Wie had dat gedacht? Wie had wat gedacht? Ja, dat zie je pas later. Ah, nee, dat schiet dat op. Verwacht je toch niet? Ik bedoel, hoe groot is de kans? Hoe groot is de kans echt? Ik denk 1 op 8000 ongeveer. Denk ik. Oh, je had de Shiny of zoiets gedaan. Een Shiny versie van een Sander. Hoe gaat hij het? Nou, zo is het niet meer leuk. Gaan we eerst team recapje doen, want ik heb echt... Oh, ik ben al begonnen met mijn vechtgevecht tegen Olivia. Oké, fuck dat. Ik heb Pokémon in mijn team. Ja, ik ook. En het is voor ons wel een hele tijd weer geleden dat we hebben opgenomen samen. Ja, dus ik moet tegen een Persian met slow start. Oh, nou... Dus misschien wordt mij deze Kahuna Battle gespaard. Ja, misschien wel. Jij bent al bij Kahuna Battle? What the fuck? Ja, ik vecht nu tegen Olivia. Volgens mij loop ik dan heel ver achter. Ik ben nu bij de cemetery volgens mij. Ja, weet het, Olivia, zeg maar, als je voorbij die cemetery bent en dan zo omhoog gaat. Oh, dus dat valt mee. Ja, het is wat je meevallen noemt. Wat, ze gebruikt een full restore of zo? Of wat voor een potion? Ja, een potion. Wat een bitch. Wie had dat gedacht? Nou, ik had het eigenlijk wel aan kunnen zien komen. Op zich, het is niet heel iets geks. Oké, deze Junchou is de... Wacht, dit is een wild encounter. Waarom bevecht ik een wild Junchou eigenlijk? Waarom vang je hem niet? Omdat ik hem zo net heb doodgemaakt met mijn lichtpuntje. Ik zei toch net, misschien sparen ze me wel met deze battle. Doen ze dat niet? Nee, ik moet nu tegen de Kyurem. Oh. Nee, dat kan ik niet echt al sparen. Nee, inderdaad. Oké. Hoe hoog level is die bitch eigenlijk? Die vrouw. De Kyurem waar ik nu tegen vecht is level 27. Oh, ik ben level 26. Dus dat wordt nog wat. Eigenlijk. Oh, ik moet nog eenmaal tegen Grunt vechten en zo. Hallo Team Skull. Hoe is het met? Lang niet gesproken. Niet dat dat zo erg vindt, maar... Nee. Een Trevenant. Die had ik ook kunnen hebben. Als ik hem niet dood had laten gaan. Dat weet ik dan weer wel. Ja, dat klopt. Dus het was gewoon niet zo heel slim van jou. Nah. Wat? Het is super effective en niet eens een one-hit KO. Ik dacht dat Aurora Beam wel goed was. Maar schijnbaar niet, dus. Hij is niet zo goed als het Ice Beam is. Maar hij is wel oké. Ja, je kunt niet alles hebben in het leven. Nee, precies. Sander, vraag je. Kijk je Expeditie Robinson? Nog niet. Ah. Nee, oké. Nou, ik weet wel dat Stefano Keizers meedoet. Dus eigenlijk wil ik hem wel kijken. Alleen, you know hoe dat gaat. Weet je wel, dingen. En dan kijk je het niet. Want je bent met dingen bezig. Ja, dat vooral. Nee, duidelijk. Dus ja. Oké. Wist je ook dat er... 8 oude kandidaten meedoen. Ja, had ik wel van gehoord inderdaad, inmiddels. Nice. Dus. Zijn dat een beetje leuke oude kandidaten? Of? Ah, ik vind van wel. JJ Boske. Oké. Ja, dus die vind ik wel oké. Rob Geus, maar die vind ik dan zelf wat minder. Wietse de Jager, die radio DJ. Oh ja. Doe. Ja, die ken ik ook. Loisa Lamers. Ja. Dat klinkt op zich niet verkeerd. Jawel, vind ze allemaal. Buiten die Rob vind ik ze allemaal wel leuk die weer meedoen. Hoezo vind je Rob niet leuk dan? Ah, ik vind hem gewoon... Ja, ik weet niet. Ik heb niks met hem, zeg maar. Ja, ik vind hem ook niet per se kut of zo, maar... Ja, ik voel niet zoveel voor hem. Maar, ja, dat kan. Kijk je wel eens Dumpert? Nee. Oh, oké. Fuck Dumpert. Nee.
Wow. Nee, ik ben niet zo... Ik vind Dumpert een beetje toxic, de mensen op Dumpert. Maar je kijkt wel naar Roddelpraat. Waar is de logica? Nee, echt al heel lang niet meer. Oh. Over Roddelpraat gesproken, Dennis Schouten doet mee. Ja, dat wist ik wel. Maar, nee, ja. Het was leuk voor 3 afleveringen. Toen was het zo van, ze maken altijd dezelfde grappen en... Kutzooi. Wie ben je kwijt? Mijn enige dragon type. Oef. Hoe bullshit is dit? Hoe? Zo kan die niet. Eén cringe kan die niet eens tanken. Wat is bullshit? Misschien heeft hij huge power, die Pokémon waar je tegen vecht. Oh, en verder heb ik niks en super effectives tegen hem. Ja, lichtpuntje, maar die gaat ook dood. Nou, ik heb verloren. Sander, een beetje positief, je kan dit. Ja, ik baal echt van mijn... Gaat hij Swagger doen? Waarom... Altijd als ik naar een super effective Pokémon, gaat hij snel Swagger doen. Behalve bij mijn dinges, maar die... Kilt hij met één crunch. What the fuck, man. Welke Pokémon was dat eigenlijk? Ja, Alola is Sectutor. Oh ja. Je starter. Yep. Niet blij mee. Nee, dat snap ik. Godverdomme. Zo. Please, doe geen Swagger. Geen Swagger. Please. Screech vooruit. Ik weet eigenlijk niet of ik hier wel al naartoe moest. Oh, ik dacht eventjes, heb ik mijn shiny mezelf al uitgezet? Anders zie je niet hoe... Hoe salty ik ben. Op camera. Of was. Of ben. Oh, fijn. Nee, leuk. Oh, yay. Woehoe. Ja. Woehoe. De counter gaat omhoog, boys. Oh, echt? Weer één dood? Ja, en de rest is allemaal weak, denk ik. Rock. Wie is dat? Grass. Dan? Maar ja, die kan niet. Lichtpuntje. Dat is wel een big oef. Superster, die kan iets misschien. Nou, ik ben... Ja. Rip. Hoe verlies ik van een Sharpedo? Kom op, zeg. Ik voel me echt een loser. Sharpedo, misschien heeft hij huge power. Ja. Auw. Oh. Oké, hij heeft Ice Fang. Oftewel, iedereen gaat dood aan deze gast. Rip. Ik heb nu Staravia, die leeft op 1 HP. Ja. Maar ik weet, als ik naar iemand anders ga, ik alleen maar meer Pokémon verliezen. Maar bleef hij op 1 HP omdat hij je lief vond? Of had je gewoon geluk dat hij op 1 HP was? Volgens mij heb ik gewoon geluk gehad. Oké. Ik weet het niet. Ja, probeer dit maar eens een overleven, Sander. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat voor de tyfus. Zo. Nou, ik ga wel naar Pfizer. Ice Fang. Ja, die is ook dood, zeker. Oh! Nee, met Steel, valt hè? Mee. Ik wist niet dat Steel... Ice resisten, maar... Steel resist bijna alles voor mijn gevoel. Ik wist het wel, de meeste... zoals normal en zo, maar... Assurance. Vice is ook dood. Voor even context voor de rest. Ik ben net terug van vakantie. En we zijn nu eigenlijk de eerste aflevering na de vakantie weer aan het opnemen. Dus we zijn hier eigenlijk een beetje zonder echte herinneringen en voorbereidingen zijn we eigenlijk deze battles ingegaan. Dus het gaat niet zo goed met Sander. Dat zag ik moraal van het verhaal. Ik ben zo fucking dom.
Ik haat mezelf. Hoezo, kon je dan makkelijk killen met een bepaalde Pokémon? Ik heb een Armaldo. Die is Rock and Bug. Die heeft een Bug-type move. Ik was vergeten dat Bug super effective is tegen Dark. Totdat ik hem inzette. Omdat ik 3 fucking Pokémon verloren had. Nee, ja, fijn dit. Leuk, nee. Ja, nee, slim is het niet, nee. Goh. Ja, maar ik kan nu wel... Oh shit. Ik wou net zeggen, ik kan nu wel naar die... Naar haar toe lopen. Olivia. Maar dan ga ik sowieso verliezen. Toen deed ik 1 stapje en toen... Ja. Weer een battle? Yep. Oef. Ik zou sowieso even andere Pokémon sowieso in je team doen. Ondanks dat je hem niet meteen kan verslaan. Maar in ieder geval dat je die misschien kan gaan trainen ofzo. Ja. Cubone. Had ik nu maar een water en of grass type. Oh wacht, ik heb nog een ice type. Rip. Oef, ik baal wel. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik, ja. Oké, en ijskoud is ook... Oh nee, net niet. Hij leeft op 17 HP. Ik ben ijskoud. Nee, niet nu. Ik kan het heel goed nu... white-out, zeg maar. Hoeveel mondhoeks heb ik? Moe milk. Ja, boomerang. Oké, dan ben ik waarschijnlijk wel neer. Ja. Oh, ik leef op 10. Oké. Ja, ik kan hem stallen, maar... Ja, de rest gaat dit echt nooit kunnen verslaan. Dus ik moet wel stallen. Toch powder snow moeten doen, dan had ik die speed drop. Dan was ik misschien eerst geweest. Ik heb nu een beetje het probleem dat ik niet weet waar ik naartoe moet. Oh, daar moet ik naartoe. Ik heb het probleem dat mijn Pokémon's allemaal dood gaan. Oh, een crit! Yay! Nog een Pokémon dood? Ja, ik heb nog 2 Pokémon. Om 1 Cubone te verslaan en een andere onbekende Pokémon. Sander toch. Yep. Smackdown. Focus Energy. Oh, nu doe je Focus Energy. Nee, fijn. Dan zal het niet uit. Oh, nee. Nee. Hij leeft op 1 HP. Oh, wauw. Dit is echt zo zuur. Dit is echt... Nou. Oh, hij leert. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Cassander zat in de chat. Oké, de Cubone is dood. Puur omdat hij leer deed. Een LGM. Wat moet ik daar nou weer tegen doen? Een Psychic is super effective tegen Bug. Nee, Bug is... Nee. Ja, Buck is super effectief tegen Psychic. Ja, oké, dan kan het wel misschien. In Prism, ik heb geen idee wat dat doet. Ah, nou, boeien. Het zal vast niet belangrijk zijn. Oké, LGM is dood. Oké. Nou, Pluminiaria. Ik ben er wel eens klaar mee eigenlijk. Met jou bevechten, joh. Hoe zou dat nou toch komen? Omdat ze een vuile bitch is. Misschien. Lugia, laat me eens met rust, jongen, Kees. Zou dit ook een Lugia zijn? Maar... Oeh, 6 hoor. Oké, strong, blablabla. Strong. Ja, ik... Op zich. Ik heb haar Pokémon wel verslagen door... 2 Pokémon te gebruiken, dus in principe...
Nou, alsnog, ik voel me niet echt strong. Nee. Ik moet ook helemaal teruglopen. Dan moet je kijken hoe je je team gaat bouwen. Wauw, sis, hoor jij vuile bitch. Ja, ik weet het niet. Volgens mij heb ik ook echt alleen maar trash in mijn PC, maar... Hoe ga je ook alweer naar de Pokémon Ride menu? Oh! Oh, hij loopt vast! Ja! Dit is mijn enige hoop. Ja! Yes! Hij loopt vast! Woehoe! Hij loopt echt vast. Yo, ik ben weer terug. Wat zei je allemaal? Mijn game loopt vast, dus ik was voor de grap heel blij. Ik denk, hij hapert gewoon, maar hij loopt echt vast. En nu? Ja, ik kan hem als enige resetten, denk ik. Dan zou ik gewoon even kijken, ja. Dit voelt alsof ik het gerikt heb nu. Dit voelt gewoon niet juist om nu te resetten. Ik heb zojuist mijn hele Pokémon team verloren en toevallig loopt hij dan vast. Ja, maar dat blijft dat gewoon zo... verloren. Ja. Wat ik maar zou doen... Maar dan moet de Sharpedo ook weer opnieuw. Dan ga ik sowieso dood. Ja, ik zit even te denken hoe we dat het beste kunnen doen. Ik zit echt even te denken. Je moet sowieso resetten. Dan neem je gewoon je hele team even mee naar de Sharpedo. En dan doe je met speed-up gewoon dat de team even verslaan, zeg maar. Ja. En dan doe je Plumeria ook eventjes met dat hele team verslaan, zeg maar. En ja. dan ga je daarna naar de Pokémon Center en haal je de Pokémon's eruit die dood zijn, zeg maar. Ja. Hey, Chincho. Dit keer ga ik wel winnen. Oeh. Wauw. Oh, je moet naar dit eiland zeker eerst naar de Aether Foundation. Dat is echt zo'n kutstuk. Weet ik het. Dat boeit me op het moment ook niet echt. Oh, Vibes mag ik vangen. Ga ik niet doen. Oh wacht, ik heb wel een water type nodig natuurlijk. Ik heb hem wel niet gevangen, dus fuck it, ik gooi gewoon een great ball. Please, zit alsjeblieft. Ik weet alleen niet hoe je deze man evolueert, maar ik heb iets van een water type nodig die niet trash is. Oh wacht, Vibes is trash. Oh ja, klopt. Ja, totdat hij evolueert is best trash, ja. Maar hij is wel level 24, dus... Oké. Ik heb hoop. Je kan het, Sander. Geloof in je. Oh, ik moet hem ook een naam geven. Hoe moet ik nou weer een vis een naam geven? Noem hem Blub. Nee, ik noem hem Nemo. Niet dat het een Nemo-vis is, maar... Centurbox eerst maar. Want officieel had ik die nog niet toen ik de battle inging. Maar moet ik ook deze mannen weer verslaan? Ik was helemaal vergeten überhaupt dat ik deze mannen überhaupt heb bevochten. Dat is een beetje sad, ja. Oh ja, dit was die Trevenant. Ja, oké, okay, dat had ik ook kunnen weten. Aurora Beam gaat niet killen. Wat? Ik ben helderziend. What the fuck? Nee. Wat? Hoe kan dit? Oké, we gaan nu testen of ik het met Armaldo... Hoe switch je de... Oh, ei. Hoe je met Armaldo een... Of ik met Armaldo die gast had kunnen verslaan. Nee, Nidorina, ik hoef je niet. Wacht, mag ik die? Ja, is een poison type. Die mag ik gewoon. Oh, wat dom. Nou. Kan ik altijd nog.
Oké, Bugbite. Ja, nu doet hij ineens Screech, hè. Nu doet hij allemaal... Ah, oh, het was echt ook een one key. Ja, dat is wel sad. Als je daar nu achter komt, ja. Nu alleen nog even Plumeria? Of was dit Plumeria? Nee. Dit was die Cubone gevecht. Wacht, wie waren ook alweer allemaal dood? Nou, dat zien we later wel. Pfizer was dood. Ja, Pfizer en Omelette zijn sowieso dood. Ja, Lichtpuntje was dood. Ja. Armaldo leeft nog. Ja, Jawa had er 4 dood, geloof ik. Ja, dus wie dat dan is. Armaldo is denk ik ook dood gegaan uiteindelijk. Oké. Ik hoop dat het klopt. Oh nee, IJskoud was dood gegaan. Wat lul ik. Oh ja. Ja, ik dacht al, Armaldo niet. Ik wil niet te ver voorlopen. Dus ik denk dat ik gewoon dat we gewoon na als jij de battles gedaan hebt die je al had gedaan, zeg maar. Dat we dan gewoon de aflevering afsluiten. En dan gaan we gewoon even regelen dat jij gewoon een team uit je box kan pakken. Ja, oké. Nou, dan kunnen we nu afsluiten. Want ik ben nu in ieder geval klaar. Ja? Nou, dan wil ik jullie bedanken voor een wat kortere aflevering. Dan gaan we even kijken of we voor Sander een goed teampje kunnen regelen. Dan zie ik jullie heel graag weer de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Oh nee, wacht. Vergeet niet op Sanders kanaal te abonneren. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.